Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 18 januari van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolkenvelden boven ons land. In de loop van de avond wordt de bewolking dikker en vooral in het noorden en noordoosten zou er wat lichte neerslag kunnen gaan vallen in de vorm van ijzel. Dat levert plaatselijk zeer verraderlijk gladde wegen op, houdt u daar rekening mee. In de nacht vriest het licht tot matig, min 1 tot min 6 graden. En morgen, in de ochtenduren, eerst nog plaatselijk glad en mogelijk ook mist. Maar in de loop van de ochtend stijgt het kwik en 's middags dooit het overal licht. De wind is zwak tot matig en komt uit uiteenlopende richtingen. Vrijdag en zaterdag verandert er niet veel. Er is overwegend veel bewolking met mogelijk nog wat lichte neerslag. Overdag ligt de temperatuur tussen de 2 en de 5 graden, maar in de nacht en vroege ochtend vriest het licht. Op zondag wordt het overdag weer iets kouder, nacht blijft het licht vriezen. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.